Nu is de Kruisstraat nog een doorgaande weg voor automobilisten. Maar straks verandert de Kruisstraat in een fietsstraat. Auto's en bromfietsen zijn dan nog wel welkom, maar zij moeten zich aanpassen aan de fietsers en voetgangers en niet andersom. De horecaondernemers en omwonenden zien de veranderingen wel zitten. Zo'n winkelstraat, dat daar langzaam verkeer voorrang krijgt boven snelverkeer, dat lijkt me erg goed. En dat het een beetje gezelliger wordt hier. Dat is hier voor het werk, een horeca is perfect. Ik denk dat het wel heel veilig is voor iedereen die op de fiets gaat, want nu is het echt levensgevaarlijk. En dan rijdt de bus ook nog langs je, dus dat is best wel, dat is eigenlijk groot te smal voor hier. En ja, het wordt gewoon een fijnere straat, denk ik, voor voetgangers, oudere mensen ook vooral, die hier dus gaan winkelen. En ja, het wordt gewoon een stukje veiliger ook voor iedereen. Dus ik denk dat het ook een makkelijkere winkelstraat wordt om iets sneller te gaan doen. Sommige winkeliers maken zich wel zorgen om de nieuwe plannen. Nu de geplande parkeergarage op de Woenselse Markt niet doorgaat, zijn ze bang dat hun winkels onbereikbaar worden. Ik ben winkelier hier en het is mogelijk dat er te weinig auto's hier kunnen komen rijden, parkeren en mogelijk klantverlies. Maar aan de andere kant is het wel, het wordt een heel erg rustige straat, dus het is een gemixte feeling.